Voor mijn derde vlog ben ik bij de alarmcentrale op Schiphol. Jasper Molenaar reageerde onder mijn vorige vlog en vroeg of ik een keertje kwam kijken. Goedemorgen, zwaar moet jij Jasper zijn. Sanne. Ja, Sanne. Ja, klopt. Ik kom vandaag bij jou kijken. Ik ben benieuwd wat je allemaal doet op een dag. Ja, klopt. Ja, leuk dat je er bent. Welkom op de alarmcentrale. Wij sturen vanaf hier de brandweer en de ambulance aan. De meeste meldingen komen eigenlijk telefonisch binnen bij ons. Mensen bellen 4x2, dat is de alarmnummer van Schiphol. En die nemen wij hier op. En vervolgens maken wij aan de hand van het telefoongesprek op wie we gaan sturen. Ik spreek met de alarmcentrale Schiphol. In welke stoel zit die dame? Trap. Boven. Delta 25, stuur ze me. Die dame, hoe oud is ze? Ja, of ze bij kennis en aanspreekbaar is. En eigenlijk wil ik alles weten. Wie belt jou nu? Ik heb nu iemand van Avia Partner aan de lijn. Oké. Okay. Dat is afhandelaar? Ja. Ze gebruikt medicatie hiervoor. Meneer, we hebben de ambulance, die is nu naar u onderweg, die is aan het rijden. Er is ook een BHV naar u onderweg. De ambulance is onderweg met Delta 25. Aan boord van de Air Arabia is een dame onwel. Ik vond het behoorlijk indrukwekkend wat jullie net allemaal moesten doen toen die melding binnenkwam. Ja. Het is wel echt even, dan wordt het in één keer heel echt. Ja, klopt. Maar ja, het is ook natuurlijk echt en het gaat altijd over... Bijna altijd over echte mensenlevens. Aan wie geef jij nou allemaal meldingen door? Nou, we geven meldingen door aan de brandweer, aan de ambulance en ook aan de medic. Een ambulance en medic, wat is daar verschil daartussen? Nou, het verschil daartussen is dat de ambulance is een complete ambulance zoals ze ook overal in het land rondrijden. En de medic is een verpleegkundige apart op een voertuig. En die sturen we ook aan. Maar dat is eigenlijk alleen maar als de ambulance niet op de luchthaven is. Of al ingezet is op een ander incident. Jij geeft die meldingen dan door en dan druk je hier op het knopje, maar dan komt dat bij hun binnen. Maar hoe ontvangen zij dat nou eigenlijk? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een goede vraag. De ambulance is op dit moment ingezet. Dus ik heb Kees de medic voor je gebeld en je kunt met hem mee. Hi. Hey, hallo, Sanne. Hi. Welkom. Jij gaat met ons mee? Ja, klopt. Hartstikke welkom. Leuk. We moeten wel gelijk gaan. Dus waar gaan we nu naartoe? Waar we nu naartoe gaan, naar Echo 7, dat is een gate, daar staat een machine, vliegtuig, die heeft gebeld. Daar willen ze een nieuwe medical kit aan boord hebben. In de medical kit daar zitten spullen die zowel een verpleegkundige als een dokter aan boord zou kunnen gebruiken ten tijde van nood. En waarschijnlijk is dat gebruikt of het is verlopen, dus die gaan we vervangen. De medic voor Hek 78 alsjeblieft en voor uw informatie voor medical kit Sintveld. Ja, medic 31578 is ook, gaat medical kit doen, begrepen. Was dat nou Jasper? Dat is Jasper. Die maakt voor jou het hek open. Ja. Ik ben nu met Kees aan boord van een toestel waarbij hij de oude medical kit eruit haalt en de nieuwe er weer in stopt. En dat moet dan als bijvoorbeeld zo'n medical kit is gebruikt tijdens een vlucht? Ja, of eventueel medicatie van nodig is. Kijk. Voor Sanne en de medic, A1, Fox 5. Voor Sanne en de medic, A1, Fox 5. Na de Fox 5, Sanne en de medic. Ik sta nu bij gate F5 en medic Kees is net gevraagd om hier even een kijkje te gaan nemen. Want hier is mogelijk een mevrouw die onwel is. En ik weet niet of ik alles mag filmen, maar ik ga in ieder geval heel even met Kees meekijken. Kees is nu hier aan het zoeken naar mevrouw. Kees is nu met de mevrouw aan het praten die een beetje onwel zou zijn geworden tijdens de vlucht. Dus even bij haar aan het informeren hoe ze zich voelt. Hey, we zijn nou net bij die mevrouw op Fox 5 geweest. Wat was er aan de hand met deze mevrouw? Deze mevrouw die is gedurende een vlucht, dat was een lange vlucht, is zij niet lekker geweest. Een paar keer flauw gevallen, dat is het verhaal althans van de crew. Dan is het vaak wel zoals deze mevrouw door moet. Met dezelfde maatschappij, dat mevrouw nou even gezien wordt op de medische dienst, zogenaamd fit-to-fly verklaring krijgt. Kon zij wat jou betreft vliegen of
Moest je nog iets met haar doen? Of? Nee, deze mevrouw die wordt door de collega naar de medische dienst gebracht. En daar wordt nog even verder gekeken. Maar op zich, deze mevrouw die maakt gewoon een hele vitale indruk, zoals we het noemen. Gewoon een hele gezonde indruk. Dus die kan straks uitgebreid weer gewoon lekker naar huis toe. Geen probleem. Nou Kees, wat super dat ik met jou mee mocht lopen. En dat we ook nog even op pad zijn geweest samen. Hartstikke bedankt in ieder geval daarvoor. Vandaag was weer een leuke dag op Schiphol. Heb jij nou ook een opdracht voor mij? Reageer dan hieronder. See you at Schiphol!